We zijn toe aan de toto. Het moment van de uitzending eigenlijk altijd. Hè? Laten we gelijk met een wedstrijd beginnen waar je zegt, het is lastig. Feyenoord-ADO? Feyenoord. Oh, niet lastig. Ja, Feyenoord. Ja, kan ook eigenlijk iets anders zeggen. Het levert helemaal geen hout op, hè, als je zit te kijken. Nee. Maar toch drie keer Feyenoord. Dat is makkelijk. Twente PSV. 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 Gelijkspel. Hè? Levert tenminste nog wat op. Als het nou, wordt. PSV die schiet altijd in de laatste minuten nog één in. Ja, misschien ook wel een keer niet. Hè? Twente maakt het uit ook best lastig, dus wie weet. Nog wat spelletje. Oh, juist hoor ik iemand zeggen. Ja? Ja. Dat Enschede. Die moet nog een end terug. FC Utrecht tegen Ajax. Ajax. Gelijkspel. Ik wil ook gelijkspel. Ik zeg ook een gelijkspel. Gelijkspel. Twee keer gelijk, één keer Ajax. Ja. En een extra vraag. Welk team maakt het eerste doelpunt bij FC Utrecht-Ajax? Utrecht, geef van bij. Dat levert heel veel op. Dat is wel bijzonder. Ajax. Ajax. Ik zeg ook Utrecht. Geen van beide wordt een beetje lastig. Alhoewel 0-0 kan natuurlijk ook nog. En je kunt ook meedoen op de app. Dus dan kun je spelen zo. En dan heb je een subscribe. Oh, dat komt nu in beeld volgens mij. En dan kun je heb je een kans op een wedstrijd naar Barça Real te winnen. Dus dat zou nog een lekker potje worden dan natuurlijk. Dan doe je Jan Boskamp mee op de app.